Zo, dames en heren, appels en peren, ladies en gentlemen, en truckfans, farmingfans, dreamteam gamingfans, blockyfans, lazy truckerfans, onlyfans, komt erop neer dan, hè. Goedendag, wij zijn er weer. Eurotruck, simulator nummer 2, update 147. Livestock trailers zijn erin gebracht. En uiteraard hebben wij die erachter. Want voor rijdt niet zo prettig. Verder, wat is er allemaal bijgekomen? Goeie vraag. Moeilijke vraag, slaan we over. Nee hoor. Eens even zien. We hebben dus... Adaptive Cruise Control zit er nou weer in. Hoe is het met de jongens eigenlijk? Uitstekend. Kijk, super. Ja hoor, hartstikke. Adaptive Cruise Control kun je kiezen 20 meter, 30 meter, 40 meter, oftewel 130 feet, 100 feet, 65 feet. Ik ben heel wat voeten. Noodrem of Emergency Brake System. Only Vehicles of Full Detection. Nou, ik heb voor eigen veiligheid Full Detection gedaan, aangezien Johannes ook wel eens meerijdt, zeg maar. Hè? Dus vandaar. Kun je dus kiezen, kun je instellen, verder geen... Game opties geloof ik, dat is verder standaard erin gekomen. Wereldgeluiden heb je dus nu. Vogeltjes, slakken, mieren, noem maar op. Nou ja, omgevingsgeluid slaken, is veranderd. Die slakken die maken nog mensen lawaai. Ja, eroverheen gaat. Het verschil met asfaltstoepjes en allemaal dat soort dingen kun je nog goed detecteren. Verder, dit. De carrièrepaneel. Nou, ik heb hier statistieken zien. Misschien wil je dat überhaupt normaal niet zien, omdat te janken is om te janken kan. Je leveringslogboek. Nou, kijk eens aan. Word je ook niet vrolijk van. Maar dat is nou ook erin gebracht. Verder. Hebben ze Stuttgart hebben ze veranderd. Rework, zeg maar. Frankfurt am Main, waar wij nou zijn. Hebben ze deel airport en zo gedaan. En dan gaan wij eigenlijk van Frankfurt even naar Stuttgart toe. Om daar eens even mijn boel te bekijken. En dan zien we wat we tegenkomen hier. Dus ik sta de vrachtwagen. Holy. En dan gaan we eens helemaal op pad. Als jullie vast die duimpje helemaal omhoog willen doen, hoef ik daar later niet meer over te zuren verder. En even checken. Hij ook geabonneerd bent, ja of nee. Het is heel gratis, dus als je mij wilt supporten en de medejongens, dan is dat heel gratis in één klik op die rode knop en klaar alweer. En je mist ook nog eens niks verder in de toekomst. Precies. Sla rechtsaf. Nou, dan gaan we. Oh. 6 ton aan varkens hebben we momenteel per trailer, als het goed is. Blijf rechts volgen, daarna rechts afslaan. Ik zal de beeld naar buiten laten. Ik wil iets meer zien van de omgeving, rood licht. Een trailer zie je, zo. Ja, is mooi. Deze trailer is ook heel mooi trouwens. Ja. Livestock is toegevoegd. Ik laat jullie straks de andere trailer ook nog even zien. Dit is een gastrailer, een gastrailer. Toen nog toegevoegd, gas. Gas. Gasoline. Als jongens mij daar even aan helpt met rennen, want ik ken mezelf. Ik vergeet het altijd. Wat een omgeving zo ook, hè? Wow. Niets mis mee. Een filet Amerikaan, jongens. Ja. Je droog bij de vliegveld. Paté? Ja. Supervers. Zelf slachten? Ja. Ja, zo klaar maar. Lekker, lekker, lekker! Nee, niet bij de slekker. Nee, niet bij de slekker. Maar wel, hoor, lekker! Hey joh. Helemaal zo. Ja, helemaal wild. De piep is gewoon dood. Wat waar is een piep, hè? Tjonge, jonge, jonge. Ja, ze vertikt niet om door te rijden. Maar dat wil niet helemaal
ook eerst aanloopje nemen. Oh, ik ben terug lachen. Geen die vraag waar ik op wacht, Ruud. Heb ik nog geen ruimte. Tja. Ook dit doet Dream Gaming. Wij zijn niet bang aangelegd of zo. Daar val ik niet deur aan. En dat moet er echt door, maar daar staat file. Nou, lukt het met die Volvo? Zeker wel. Moeten wij hier eraf na? Nee. We moeten nog verder. Hoe moet hen in het godsnaam? Nog verder dan een vuur. Nog verder dan de vuur. Ik had geen kruisjes, nu zit ik uitstaan. Ik ben weer lekker aan klungel. Dat denk je wel, mooi man. Kunnen we hier ook niet meer deur. Don't follow the leader. Don't follow the leader, hè? Zo, stuur me dat ding, ja. Ik ben bij de bocht. Nou, rij door, Kameradski. Maar die gaat niet door met jullie daar staan. Zo, kijk eens. Ik krijg gewoon de politie aan de zijde. Weg en mee. Ja, ja, varkentjes. Zo'n laatste reis hebben jullie nog nooit meegemaakt. Hier ook nog rechtdoor. Ja. Oh, hier staan ze gecrashed. Dat is de oorzaak hier. Klap nooit. Nou, een keer zit ik ertussen wel. Rijd die politieauto nog verder, die smeert. Ja, dan rijd je klem, jongen. En dan redden met mij achteruit. Wat is dat voor een aap? Een echte. Als het nog even duurt, wachten we nog even, Lizzie. Komt er wel aan, hè? Je vuur of niet, hè? Hoppa, redden het in die vrachtwagen omhoog. Nee hoor. Oh. lekker bal. En tot zover dus 1.47. Ja, die emergency break, dat werkt wel goed. Maar dan reageer ook als je niet op de cruise steed. Ja, boe. Oké. Okay. Daarom remt het bij mij ook zo af, elke keer als ik bij een auto in de buurt kom. Blijf links volgen, daarna links afslaan. Nou, tot zover Frankfurt, hartstikke mooi. Af. Wel heel mooie omgeving zo, om dit nou zo te bekijken. Je maakt wat mee, kijk wat gebouwen. Maar we bent er langs. Vooral in het duister is dit mooi. Lijkt me met een hele mooie verlichting. Ja. Ken ik wel in aanzetten, nou, waardoor het stoplicht heen zijn. Wat ik wel jammer vind dat op de achterkant van de trailer. Dat er alleen maar oranje lampjes doen kerst. Achterop is normaal roodje. Oh, lees je direct weer commentaar hoor. Blijf rechts volgen. Een heel ding is hier gebracht. Ja, oh, ik vind die trailer prachtig. Is ook mooi, maar ze hebben wel rode reflectie. Ja, dat klopt. Oh, niet te krap door de bocht, vriend. Reflectators, hè? Reflectators. We gaan in door de tijden. Kijk uit, ik sta stil. Dat je hem weet. Kom ik aan. Ik stoot. Ja? Nee, ik vlieg hem allemaal uit. Ja. Ja, moet je er echt op deze actie uit te voeren? Betaal het toch voor, wat wil je toch? Nou ja, helaas. Bindakaas. Heb ik een verkeerde commando? Kennen we. Kom maar. Nou ja, dan hebben we 23 gewoon... 23 mocht in tech, geen 0-0 gelukkig. Zal dat? Ik heb van mij wel. Eén keer, F3. Kert, kom maar. Slush. Zet. Dan. 23. Je biedt het recht. Om deze actie uit te voeren. Ja,
Ja. Steek me in brand. Andere leverancier. Wie niet, maar weg. Daar gaan we dan. Sorry dames en heren. Dag en nachtlicht kan ik niet verzetten. Het wordt wederom een ritje in het duister. Het is ook alweer bijna donker. Half elf toen we begonnen in de game. En al half acht s'avonds. De game is knettergek. Op dit gebied. Of niet dan? Ja. Verloor haar niet. Ja. Blijf rechts volgen. Daarna rechts afslaan. Chat time 23. Voor mij heb ik hem keer 23 gezet. Neem de rechterafrit. Vroom. Sla rechts af. Sla rechts af. Doen we. Kunnen jullie volgen, Blokkie ook? Ja hoor. Helemaal super. Ik kom er maar weer achterna. Super, als jullie nou een mooi vooraan gaan. Ik weet niet of het allemaal langs was. Oh, nou best hoor. Zo, waar vlieg jij heen? Je hebt echt met je internet een probleem op het moment hoor. Zo, kijk hem gewoon. Ik rie gewoon. Ik zag die helemaal door de vangrail in gaan. En jij zelf ook. Jij ging ook helemaal in de spiegel door de vangrail heen. Oké. Als je mij meer haalt, dan kan ik ook de dingen in me doen. Als jij dan de cruise op 80 zet, of op 70, zet ik hem op 80 zometeen. Dan kunnen we hem in. Test, wat doe je nou? Lage druk. Ja, nee, jij snijdt met pad af. Ik sta spontaan stil, noodrem. Mark. Allee, je moet nog leren rijden, dat geeft niks, hè? Lage druk. Ik heb hem op nekens op dat nou. Ja, wacht even, ga je me stilstaan? Ik sta geblokkeerd op straat, nou. Luchtdrukprobleem door de noodstop. Vraagt hij aan mij, wat doe je nou? Hij haalt mij in, sniep me af. Wat doe jij nou? Wat was door me in? Nee, jij gaat toch door mij heen. Oh, achter mij klapt ze ook allemaal op elkaar nou, omdat ik stilsta. Ah, geweldig dit. Humor. Jezus, staat zo. Ik rol weer trouwens, dus we kunnen. Oh, wat een moment weer. Rijd u maar. Doe ik. Dan zit ik de cruise op 80 nu. Oh, hij remt al af, hij detecteert al. Ik heb nog niet eens cruise control aan. Dus hij reageert ook als binnen de afstand komt al. Ja. Ah shit. Werkt niet helemaal lekker trouwens. Weer lage druk. Komt er weer aan. Komt er slecht weer aan jongens met lage luchtdruk. Ja, zeggen ze wel, hè? Ja. Meer of zo is, dat weet ik niet. Dat weet ik ook niet. Dat is in mijn afwachten. Wacht, Tony. Ja, we hebben regenbanden, ja. Dat is wel raar, hè, met die ping, want wanneer waren we met elkaar nog? Ik heb ook een les van woensdag. Ja. Ja, geen idee hoe dat ontstaat dan. Nee, ik ook niet. Als je net downloaden bent of zo, had geen idee. Ja, ik zal niet weten. Ik kijk nou ook niet gaan checken, ja, maar. Nee. Je doet ook naar uit. Kun je die mooi doen, hè? Helemaal super. Ja, ook al. Wees dus ook stil. Het is veel in Ben, hè? Ja, het is wel aan het rijden. Ik denk dat de beetje de hoogste 140 meter een beetje te ver is. Ik heb maar 40 meter na. Nee, ik ook. Wel allemaal.
Oh, dat is juist mooi, een mooie afstand. Want als chauffeur je plotseling rem en je zit de vlag achter, zit je erop. Wat? Gek. Ja, ik ga ook richting aan, moet je me even helpen, maar hij draait ook zo die kant op. En dan giet hij er weer vuur terug. En dan remt hij. Ja. Dit even voor Pinocchio. Ja, voor mij ook, joh. We hebben een paar de Pinocchio's bij je hier in de... Ja, doet hij het weer. Doe slaan. Wat is er nou mee bezig dan? Lekker man dit. Oeh, die verlichting op je trailer wel goed als je richting aangeeft. Ja, mooi hè? Anders. Goed duidelijk. Ja, dat moet ook. Dat is wel belangrijk, vind ik. Verder heb je geen lamp maar zo te zien. Wie? Blokkie. Oh. Nee, heb ik geen appartement? Op het trailer zie ik geen verlichting. Die belees je ook niet anders. Drink ook nog eens. Blijf links volgen. Jo. Slecht als wetter. Als net over lage druk, ja. Ja, dat klopt. Dat verklaart weer nog. Ja. Ach. Mij geeft ze steeds... Ik heb de luchtdruk kapot, joh. Ik ook weer. Dat doet die noodrem, doet dat. Maar ik heb pk's, ik trap gewoon door die luchtdruk heen. Hoppa. Of verkeerd versnellen, zo dat nog eens. Die moet ik hebben. Ja! Ja, daar gaat hij weer zeggen. Hoppa die! En elke keer als ik jullie weer vang, sta ik stil, noodrem. Ja. Ben ik weer achter jullie aan te vangen. Geweldig. Misschien dat ik die noodrem uitzet. Ja. Yeah. Ik heb geen last van lage druk trouwens. Maar... Nee, jij rijdt voorop. Nee, maar ook net met die noodrem die, toen ik dat verkeer stond. Oké. Okay. Zal een Scania kwaaltje zijn. Ja. Yeah. Ook niet. Toch sterk. Ja. Oh, we moeten noodrem alleen op verkeer zetten. Nee, maar dat is rijtuigverkeer. Ja, maar we hebben nou op alles dan, hè? Verkeer en alles, zeg maar. Dus als je recht op een paal aankomt, bijvoorbeeld, dan kan ook op een noodrem springen. En dan moet ook. Ja, nee, maar zo'n bus te hoger opdraaien, komt recht op een paal aan en dan remt hij ook. Oké. Okay. Moment gaat wel goed. Ja. Alleen dat verkeer is gedrongen achter de Passion, die haalt spook niet meer. Hier verderop rij ook heen. Dan nog links, weer terug, weer naar links, weer terug. Nou, tot zover de 1.47 versie, eerste ritje. Komen nog wel meer video's trouwens met een beetje uitleg en bekijksels. Waar remt hij nou even voor een pannenkoek? Daar rijd je niks. Ze rijdt niet in 1.50. Ik heb niks voor me zitten, dan remt hij af op de cruise. Helemaal gek. Wat is hij nou aan het doen dan? Serieus? Ze hebben er nou weer wat inbracht. Nou. Wat moet je er nou met dan? Nou, op het moment werkt hij weer 80. Met de buur. Wat kregen we hier? Parkbus. Nee, parkhouse.
Blijf rechts volgen, daarna rechts afplaan. Zegt hij, mijn navigatie doet ook gek. Kan ook al met die engines misschien niet werken. Neem mijn rechterafrit. Dat kan. Omdat geluid ook zo beroerd is af en toe. Ja. Blijf lijkt de trailer in donker nog daarna maar. Rechts afslaan. Maar goed. Wel, kan we op rechts? Ja. En dan direct weer links. Sla rechts af. Ja, dan moet het wel groen worden. Nou, ja, wat makkelijk. Sla links af. Blijf rechts volgen, daarna rechts afslaan. Sla rechts af. Hoppadee. Nou, voor Stuttgart hebben we daar niet zo heel veel gezien. Hoe hier dan? Ja. Ook weer airport, zo niet dit hier. Ja, mijn kind dicht, vlieg maar zien voor ons. Die gaat weg, of komt aan. Zo, draai hem maar zo om, kijk hem eens. Broed geweld. Verstraal was erop. Daar gaat hij. U heeft uw bestemming bereikt. Schitterend. Misschien is weer afgeleverd. Een blokje snel sturen, hè? Misschien voor actually voor AC. Ja. Ja? Ja. Hoef jij helemaal niet ver rond te sturen dan, met je stuurwiel? Nee. Nee? Heb je hem niet op 900 graden staan? Ik heb wel 900 graden staan. Jullie zijn er gisteren ook, dus ik weer gelijk gaan kijken. Oké. Okay, ja, ook in de game? In de game heb ik 900 graden. Stap je in de weg? Nou, ik moet dat parkeren met blokjes hier. Oh, dat moet ik een stukje aan doen, dat was makkelijker, maar ja. Achterhoed. Hoe even anders. Die heeft geen meesturende asjes. Nee, man. Een beetje Amerikaans of zo lijkt het wel hoe die reageert. Ah, kijk eens. En zo achteruit, ja. Geen probleem ook. Nee, is niet zo heel moeilijk, maar je moet net hem weten hoe hij reageert. Ja. Oh, vindt hij hem net niet goed genoeg? Moet je opzij? Dan doen we daar. Hatsiki, hatsiki do. Parkeren doe je zo. Ja hoor. Is groen. Uitje. Oh, zo. Uit een ding kan ik hem leeg kwakken. Hoppatee! Kunnen de screen hier nog binnen? Yes, kunnen ze verder leven. Hoppa. Ja, of niet. Nee dan, dat is de keuze die ze maken daar zo, maar... Daar heb ik geen weet van. Hoppatee. Zo, dames en heren, dat was dus de eerste op 1.47. Ja. Met Adaptive Cruise Control.
Noodrem, nou die hebben een paar keer wel goed ontdekt. Dus ja, daar hoeven we niet achteraan, dat is wel duidelijk hoe dat in zijn werk gaat een beetje. de nieuwe trailer hebben we gebruikt. Goed, voordat ik het dus vergeet, ik vergaat het al bijna, die nieuwe trailer. De nieuwe trailer. Nog even zijn lak, nee? Ga ik doen. Dat is deze. Gewoon bij de standaard trailers. Astank. Astank. Dan kun je verder weinig gaan veranderen. De asjes wel, 2 as, 3 as, lang kort dus. De kleur kunnen we aanpassen. Nou ja, wat je zelf wilt. Doet hem zo, lijkt het hem wat mooier. Doe de truc erin voor knopen, zo. Ziet er ook weer mooi. Nou, je kunt dit dus doen, gespoten kist, vergroomde kist. Of met zijbescherming, sideskirts gespoten. Of twee keer een kist. Nu ben ik gek op kisten, doe er maar een kist naast. Hoppatee, gespoten, spatbotjes, velgjes. Alles kun je kiezen. Hier kan nog een kist. Twee brandblussers achterop. Standaard LED, eco, exclusief. Deze woorden. Ja, mooi trailertje. Ja. Alles gewoon een beetje gespoten. Slang, gespoten, chrome, enkel of dubbele slang. Aan beide kanten kun je dat zelfs kiezen. Ah, is prachtig. Niks mis mee. Je kunt zoals een gastank of een benzine tank. Brandstoftank. Ja. Maar ik koop hem alvast. Kan ik hem later al aanpassen. Ik parkeer hem wel in Duisburg. Moet toch ergens parkeren. Ja. En hier is hij als brandstoftanker. Klopt. En de kaching ding. Hetzelfde verhaal. As, lang, kort, kleur. Hoppadee. En verder kun je hem upgraden. Lichtbalk of zwaailicht kun je verkiezen. Achterop. Ja, gewoon mooi. Mooi spul. Ladder kan erop. Ladder. Hier kun je wel kiezen voor enkelslang of dubbelslang, maar niet gespoten, chrome of wat dan ook. Aluminium spatborden kun je ook niet kiezen voor gespoten of andere types, wel jammer. Hier kun je wel kiezen voor een watertank, gespoten kist, vergroomde kist, plat, van een plastic kist en brandblusser. Je brandje blussen. Dan doen we daar gewoon een gespoten kist, doen we hier een brandblusser. Kopen, nou die dus. Verder heb ik dan tot nu toe niks verder mee toe te voegen voor deze aflevering. Er zijn nog meerdere dingen wel wat veranderd, wat steden en gedoe. Daar kom ik op terug dan in een andere video, lijkt me dat even beter toe. Anders is wel heel veel informatie in één video, lijkt mij, dat is ook niks. Nee. Voor nu... Ik ben hartstikke slim. Slim dom. Kom maar kijken, is daar hoog. Ja, maar dat is dat, anders waar je hier niet terecht gekomen. toppers, bedankt voor het kijken naar deze aflevering in elk geval. Heb je vragen, knal ze in de reactie. Als ik er wat mee kan, antwoord ik het. En anders zoeken we het verder uit. Komt wel goed. Ja hoor. Wil je nog dingen zien die ik nog vergeten ben, knal het er ook in neer. Kunnen we er ook wat mee doen, gaan we wat mee doen. Nou verder, dus die duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, dames en heren. Met zeer, zeer gewaardeerd. En dan zou ik zeggen, blijf gezond allemaal. Lazy en Blokkie bedankt voor meedoen. Ja, mooi wat ik doe. En ja, blijf gezond. Bye bye, Swishfy. Ik doet er nog even en dan is de video afgelopen. En tot bij de volgende. Wie doet er het niet? Waar doet dat? Yo, bye bye.